eigenlijk het leukste van sloepen, hè? Dek er af aan. Zoek een reden waarom we een sloep hebben. Als je wil gaan zeilen, dan ben je 2 uur bezig. Het is toch helemaal niet zo heel lang uit de opslag, de winterberging. Oké, ik zou zeggen, welkom aan boord. Deze sloep is al een jaartje of 10 oud, denk ik. We hebben hem nieuw gekocht. Via Boot Holland. Ik woonde eerst een paar dorpen die kant op, in Jinsum. Mooi, hè? En daar hadden we wat licht, een oude huizensloep. En voor mijzelf wel geschikt, maar toen ging ik samenwonen. En mijn koos is een grote, forse man. Dus als hij daarin stapte, dan lag hij wat aan de andere kant eraf. Dus wij zeiden, we gaan een stevige sloep kopen. En toen hebben we deze gekocht. Valt heel goed. Die heet Verdividierje. Weet je, dat klinkt Russisch, hè? Dat betekent gewoon vermaken. We gaan het nu doen. Want je weet niet, het leven is kort. En we wonen aan het water. Het is toch wel bijzonder genieten aan het water. Dus daar hoort deze boot bij. Wij varen het liefste hier binnen door de slootjes, dat is zo daar, dat is richting Grauw. Daar kun je rechtsaf, en daar hebben ze een hele nieuwe sloepenroute gemaakt. Via midden van Friesland, Widdum, Zwichem, Gautum. Dan kom je zo bij de stad Leeuwarden uit en dan ga je zo weer naar huis. Dan heb je ongeveer 2 uren opzitten en je komt bijna niemand tegen. Het is heel relaxed, en zeker in deze tijd, het is nu net begin mei. Dan heb je de kleine futen, de meerkoeten, zo prachtig. Ja, het is gewoon even vakantie. Gewoon echt even je hoofd leeg. En, je stapt letterlijk even in de boot en vergeet alles even. Mijn opa en oma, Paak en Beppe zeggen we in het Fries, die woonden in Grauw. En daar zat ik altijd aan de kade. Ze woonden vlakbij Piekmeer. En ik mocht wel met Buma Rijn, heette die, die had een roeibootje, een klein boot buiten boordmotortje. Daar mocht ik wel mee, te vissen en dat soort dingen. En ik ging wel met de paling vissen, pieben ging ik wel mee, dat mocht voor een paar keer met me. Toen was ik 5, 6 denk ik. En vanaf dat moment ben ik helemaal verliefd op varen en op water en zo. Nou, wat fijn aan deze sloep is je hebt een hele ruime zit, hij zit sowieso heel goed. Hij vaart heel stevig, er zit een zware motor in. Maar daar zit een, zeg maar een verlaagd voorfront. Dus je hoeft niet te gaan staan om te zien wat er gebeurt. Je hebt heel goed zicht terwijl je gewoon lekker zit. En dat vind ik wel heel erg lekker. Hij is heel makkelijk hanteerbaar. Je kan er alleen goed in varen. En hij is. Zeg maar, het vraagt niet veel onderhoud. Het is gewoon waarvoor je eigenlijk een boot wil hebben. Niet te veel gedoe en lekker van genieten als man. Ja, wij zijn heel erg van vrienden, bekenden, buren. Toen mijn ouders nog mee konden, mijn ouders en zo. Mensen even verwennen met een boottochtje. Dat doen we heel veel. Het gebeurt bijna, denk ik, het vaakst dat Koos, mijn partner en ik, nou, maar zelden samen aan het varen zijn, zit bijna altijd andere mensen bij. En die vinden dat schitterend. En wij vinden dat ook mooi. Lekker hapje mee. Gewoon stokbroodje, wijntje, super. Nou, hebben we een keer wel eens iemand geholpen. Touwtje geven, meenemen. We hebben wel eens een keer ruzie gehad op het water. Dus ik ben heel erg fanatiek tegen het hard varen. Doe even gewoon alles. Daar zit ook heel een stuk. Als je daar hard vaart, dan vliegen de wallen stukken je om de oren, weet je. Nou, dan komt er iemand met een dikke speedboot, blonde vrouw achterin en groeten is er niet bij. Gas erop. Dan ga ik altijd heel schreeuwen. Hey, schoft me, kijk wat je doet. Weet je wel zo. En dan, gas los. En, maar ik vind, die verpesten de watersport. Ik hou me niet stil, ik zeg er wat van. Maar ik vind het allerleukste, heel vaak herkennen mensen mij. Helaas wel een redelijke bekende Friesin. Ze is een beetje bekende Nederlander geworden. Dus meestal is het altijd vrolijke groeten en zo. Het is van alles wat je kan. Alles op het water meemaken.